Sorry, ik doe precies alles een keer om. Ah, Hertie Boulevard. En dan ga ik weg. Ja. Oh, wow. Dat is heel leuk bij ons hoor. Nou, die begint nu. Ja, dat is geloof ik gelijk. Jullie zijn hier op het Songfestival te verslaan uiteraard voor jullie televisieprogramma's. En ik ben toch even benieuwd hoe jullie in... nee, die zin moet ik niet zo af. Dat is een hele rare zin. Hoe zitten jullie in... Nee, het is nog vroeg, hoe zitten jullie in de situatie Waylon? Hoe is het, qua... wat denken jullie dat hij gaat doen in de shows die nu gaan komen? De tweede halve finale zit in, aanstaande donderdag natuurlijk. Ja. Nou, we staan gewoon in de finale volgens de bookmakers op de 7e of 6e plek. Dat wisselt een beetje van de 18 landen. Ja. Dat doet hij gewoon heel goed. Ik denk, hij is nog aan het bijschaven. Zijn 70% is klaar van de act. Ja, je ziet in ieder geval dat ze wat meer relaxed zijn. Dat er wat meer rust is misschien ook wel. De eerste hobbel is genomen. De tweede hobbel is met die tweede repetitie genomen. Ik denk dat als ze nu echt alles de puntjes op de i zetten, dat het gewoon goed gaat. En ik denk ook als je dat uitstraalt, op de lopen gisteren ook... Heel relaxed, ook goed uitleggen aan alle landen wat nou je boodschap is. Ja. He, van dat outlaw in hem. Dan denk ik dat de finale gewoon gehaald wordt. Ja, en dan wordt het spannend. Want dan hoopt Waylon natuurlijk, hij wil eerste worden. Ja. Nou, dat wordt pittig, dat wordt lastig. Wat denk jij, Koos? Als je hem een plekje moet geven in de uiteindelijke ranking in de uiteindelijk finale. In die finale, als we in die finale komen. Want ja? Ik durf dat niet voor de volle 100% te zeggen, hoor. Het is echt heel erg spannend. Ja, nee, ik twijfel daar nog wel. Ik hoop het wel, hè. En ik wil ook... Dit nummer en hoe het in beeld wordt gebracht moet worden, moet echt om Waylon gaan. Want hij heeft zoveel uitstraling en seksappeal. Ja. En die dansers moeten toch een beetje een soort van leuke aanvulling zijn, in plaats van dat het helemaal om hun draait. Maar stel dat van mijn goed advies. Loopt. En we zitten dan in die finale. Dan landen we ergens tussen 10 en 15. 10 en 15. Maar ik hoop natuurlijk dat het hoger is. Alle kanten opgaat richting die nummer 1. Okay. En Aaron? Ja, top 10. Top 10 tot 15. Ja, maar dat is altijd zo lastig. Ook die bookmakers, zo'n indicatie. Maar we moeten eigenlijk gewoon voor die top 10 gaan, toch? Vind ik ook. Laten we daar netjes mee afsluiten. Laten we eerst die finale gewoon lekker halen. Heel goed. Blijven jullie nog even lekker zitten met een kop koffie. Tenminste, zometeen is Waylon hier, dan zijn jullie raar.